Boer Nico Neppelenbroek uit Zuidwolde bedacht een nieuw drainagesysteem waarmee alles kan. En zijn zoon zet het vandaag in werking. Hier zijn we echt helemaal zelf baas over. En we kunnen het peil hier zelf regelen. In 2014 stond het helemaal onder water hier? Ja, klopt. En nu? Nu, u ziet het, alles is nu droog. Het is beheersbaar droog. En hier heb ik drainage in de grond gestopt. Met dit weer stroomt dus de drainagebuizen uit in een put. Bij te veel water dan staat deze klep dicht. En dan loopt het water in het lagere waterpeil terug naar de sloot. Een mooie vergelijking is als je een zandbak hebt. Als het regent, dan is die nat. Maar met een uur is het ook weer droog. En dat moet hier nou net niet, want we willen hier graag het water vasthouden. En de mineralen, de meststoffen die in de grond zitten, die moeten niet direct uitspoelen bij het minst of geringste buitje. Maar die moeten zo lang mogelijk vastgehouden worden, zodat het niet in de sloot komt. En dan kan het gras er ook goed van groeien, of de gewassen die erop staan. Maar nu andersom, als het warm en droog weer is. Als ik het water nodig ben in de zomer, dan kan ik de sloot vol laten lopen door middel van betonputten. Deze klep los. Zo wordt die gevuld als het bij extreem droog weer. En dan komt het water. En via de put met slootwater worden de drainagebuizen in het land dan weer gevuld. Dan heb je minder snel in de zomer dat het verdroogt. En bij heftige buien kun je meer vasthouden, zodat dorpen of landerijen niet onderstromen. Dus voor beide, voor de boeren en voor het waterschap, is dit een win-win project. Boeren die dit ook willen, mogen een kijkje komen nemen bij boer Neppelenbroek in Zuidwolde.